Waren jullie net aan het vrijen? Ja hoor. Ja? Ik heb een huis. Nou, ik heb eigenlijk geen huis. Ik huur een huis. Dit huis. Welkom in mijn huis, lieve mensen. Ja, ik huur een appartement samen met Peter. En dat is dit appartement. En als je achter je kijkt, zie je het appartement. Ik heb het heel vaak over het appartement en de achtergrond. Dit is mijn appartement. En ik kwam eigenlijk tot de conclusie, tot de realisatie van het moment dat ik nog nooit een home tour, nog nooit jullie mijn huis had laten zien. Eigenlijk nooit echt officieel. Ik heb nog nooit officieel op dit kanaal mijn huis laten zien aan jullie. En dat ga ik vandaag doen. Voor de mensen die het nog niet weten, ik woon dus in Amsterdam. Het is fantastisch. Ik vind het echt fantastisch. Ik denk dat ik nooit van mijn leven... denk ik nooit meer zo'n karakteristiek appartement ga vinden als dit. Want dit is fantastisch. Dit is echt... Oké, ik ga het gewoon jullie laten zien. Ik ga alles laten zien. Nou, misschien niet alles. Nou, ik weet niet. Ik heb speciaal voor vandaag een handige, hippe vlogcamera meegenomen. Hallo, hippe mensen. Handig en makkelijk en snel in gebruik. De enige echte vlogcamera. Elke YouTuber ooit gebruikt. Hallo. Als eerste vragen jullie natuurlijk af. Yo, hoe film je altijd? Hoe zie je? Wat zie ik? Oké, wat zie ik als ik film? Nou, ik zal het je even laten zien. Dit zijn jullie. Kijk, dat ben ik. En... hallo! Hallo! Dit zijn jullie. Of dit ben ik. Dit zijn een soort van jullie. Elke keer als ik tegen jullie praat, dan praat ik dus tegen dit. Dag, hoofdcamera. Ik ga even naar buiten. En ik neem deze hip camera mee. Dit is mijn uitzicht. Dit is water. Dit is een vuilniszak. Deze vuilniszak is heel belangrijk voor me, want die moet ik nog wegzetten. En dit is het steigertje waar we altijd chillen. Kijk, hier is een... Hey, you gonna steal my paprika? You gonna... Hey, up, niet doen. Up. Wow, kijk. Zo goed ben ik dus voor de medemens. Dit is echt geweldig om 's ochtends wakker te worden en dan denk je, wauw, hier woon ik gewoon. En dat is wel relaxed. En de zomers kun je hier heel hard chillen. 'S Winters is het een beetje koud. Mijn droom is altijd nog om hier te kunnen schaatsen. Alleen het is nog nooit zo koud geweest dat je hier kon schaatsen. Dat vind ik een beetje jammer. Wow, wat is dit? Een Calvin shirt. Maar kun je die dan halen? Nou, die kun je halen op deze link. Calvin, het fan van... Ja. Als je dit wil, dat... Ja, oké. Okay. Dit is de televisie. Die staat aan zonder geluid. Want ja, anders kan ik geen video opnemen. Ik weet niet wat dit is, maar het ziet er fucking sick uit. En er wordt even iemand volledig door een hond aangevallen. Dat was een beetje spannend. Dit zijn eigenlijk alle games die ik heb. Nou, nee, niet, dat is niet waar. Dit zijn alle fysieke games die ik heb. Toen ik een PlayStation kocht, heb ik deze gewoon allemaal bijgekocht. Zo van, oké, dan heb ik in ieder geval iets. Far Cry. Call of Duty Ghosts. Ja, voor de gamers onder ons. Ik verontschuldig mezelf alvast. Want dit is blijkbaar niet goed. Uncharted. Fucking sick. God of War. Nooit gespeeld. Infamous. Nooit gespeeld. Zit zelfs nog in het plasticje. Hier zijn allemaal PlayStation 2 games. Lol. Hier zijn de controllers. Wauw, helemaal hip opgeruimd. Verder is dit mijn Harvard diploma. Die klopt niet. Die Harvard diploma, die klopt niet. Dat was een grapje van Jart voor mijn verjaardag. Dit is het boek van Kim Kardashian, waarin je al haar mooie selfies en tieten ziet. Dit zijn allemaal dvd's die we gewoon nooit kijken. Want dat is, ja, daar hebben we geen zin in. Nou, dit zijn boeken die ik niet heb gelezen. Eigenlijk zou je kunnen stellen dat deze hele kast is gewoon één overbodige kast. Deze hele kast kan je gewoon eigenlijk weggooien met alles wat erin zit. Dit is het enige belangrijke uit deze hele kast. Ik ga het gewoon hier neerleggen. Dat ging goed. Nou, hier, dit is een soort van ding wat je aan de muur moet hangen. Maar hij hangt niet aan de muur, want daar was ik te lui voor. Alleen, ik hou hier echt van. Ik hou van die fucked up shit. Ook al is het echt mad sponsor voor Coca-Cola, maakt me geen reet uit. Ik vind het echt vet, want dit is zo'n soort van hout of zo. Nou, dit is allemaal best wel lijp. En dit is een soort van kist uit de Tweede Wereldoorlog. Zit allemaal shit in. Een soort opberg. Nou, dit is onze eettafel. Van Peter, nou dat is niet van Peter, maar Peter was hier aan het schilderen. Tenminste, dat wou hij doen. Alleen toen ging hij niet meer schilderen. Dit is een tafeltje. Nou, dit is een tafeltje en tegelijkertijd een soort van opbergkast gemaakt van een koffer en een tafel. En die heeft Peter gemaakt voor mij, voor mijn verjaardag. Nou, is dat toch lief van hem? Peter houdt ervan om shit te maken, dus dan maakt hij dit. Met een koffer en een tafel. En ook onder andere deze hele fucking lamp. Deze lamp heeft Peter gemaakt van een tak. Van een echte tak. En bladeren en lampjes. Geloof het of niet? Hij heeft het gedaan. En hij heeft ook deze lamp gemaakt. En dit is een bed. Hier slaapt niemand. Dit is een logeerbed. Voor als hier mensen slapen. Er slapen hier namelijk nogal vaak mensen. Op een of andere manier is het zo dat er in Amsterdam altijd bij ons wordt geslapen op het moment dat er een feestje is. Of er is iets aan de hand. Er belanden gewoon altijd mensen hier. En ja, dan zijn wij wel zo gastvrij om te zeggen. Weet je wat? Fuck it. Kan wel. Verder is dit de bank. Dit is een meesterlijke bank. Je ziet op beeld niet hoe groot deze bank is. Ik ga even laten zien hoe groot die is. Oké, dit is de...
Dit ben ik. Ik ben gewoon een normale grote jongen. En ik ga hier zitten. En er kunnen gewoon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mensen op deze bank. Er kunnen gewoon 13 mensen op deze hele fucking bank. Gelukkig heb ik genoeg vrienden en is deze bank, zit er nooit iemand op. De woonkamer is wel, het is op zich nou wel redelijk opgeruimd trouwens. Afgezien van de shit wat op tafel ligt, is best wel een beetje opgeruimd vandaag, dus dat is fijn. Wow, wat zijn we goed in decoreren zeg. Dit is de keuken. De keuken is niet zo heel spannend. Naast het feit dat die gewoon wel redelijk ruim is gewoon. Ik ga gewoon de random kasten opentrekken en dan gaan we kijken wat erin zit. Hey! Maar ja, er zijn borden. Dit pak muesli staat hier echt al fucking lang. En volgens mij is die van Yard en niemand eet het echt. Het lijkt er echt alsof hier een pak muesli zeg maar met zijn hoofd tegen de muur aan staat. Snap je, echt zo met zijn hoofd tegen de muur alsof hij echt helemaal niet meer weet wat hij moet doen. Zo van, hoi, ik ben een pak muesli, ik weet niet meer wat ik moet doen. Wat staat hier nou allemaal op het aanrecht? Nou, dit is allemaal alcohol. Hallo alcohol, hoe gaat het met jullie? Goed? Ja, oké, okay, dankjewel. Dit is een brood, dit zijn allemaal dingetjes. Dit is allemaal dingetjes. Het vaatwasser en nog allemaal. Wow. Het is vandaag vuilnisdag. Dus al deze troep, alles wat je hier ziet, gaat naar buiten. Dat mag vandaag. Zo is het. Dit is onze badkamer. Onze badkamer is niet heel speciaal. Naast het feit dat hier fucking schimmel zit. Fuck. Hallo. Dit is trouwens een armbandje die een kijker ooit heeft gemaakt. Fucking sick. En geloof het of niet, maar ik draag hem serieus. Als ik dit draag, dan zeggen mensen, yo, ben je zo religieus of zo? Of je bent helemaal niet religieus, waarom heb je dan zo'n bandje om? En dan zeg ik, yo, kijk even goed wat erop staat. En dan zien ze mijn hoofd erop staan en dan zeg ik, yo, inderdaad, ik geloof in mezelf. Dus fuck jullie allemaal. Dit is overigens een erg belangrijk voorwerp in je badkamer. Het heet een ontstopper. Dit is, ja, ik zal jullie even korter doorheen lopen. Dit is wasmiddel, dit is ook wasmiddel, dit is wasmiddel. Dit is ook wasmiddel. En deze fles is ook wasmiddel. En dit is ook, dit is geen wasmiddel, dit is iets anders. Dit is wasverzachter. En dit is ook wasverzachter. En gelukkig is dit is frituurvet. En dit zijn alle sokken die gewoon geen tweede sok hebben. Hoe kan dit? Oké, okay, het is nu tijd om naar de allerbelangrijkste kamer van het hele huis te gaan. Namelijk deze kamer. En jullie horen het misschien al, het is de wc. Yeah boy. Dit is de wc. En de wc is op zichzelf staan niet heel erg interessant, want dus je hebt gewoon dit. We zijn van een huisfeestje van mij en ik zou eigenlijk deze foto's niet aan de buitenwereld laten zien. Dus daarom... Daarom dat ik dacht, weet je wat, ik ga gewoon een Polaroid kopen. Nee, dat is geen Polaroid. Ik heb een wegwerpcamera gekocht en met die wegwerpcamera wou ik foto's maken om die er gewoon op mijn wc te hangen, zodat ze niet online kwamen, maar gewoon hierop. En toch ben ik nu in mijn wc en heb mijn camera vast en komt dit filmpje op internet, dus ik ga ook maar even laten zien. En een paar van de foto's laten zien. Misschien kennen jullie een aantal. Dit is echt een van mijn favoriete foto's. Dit is Nathan, die aan het skaten is. De skatende Nathan. Dit ben ik en dit is Nina, want we zijn super verliefd op elkaar en hier zijn we verliefd. Hé, daar is de lamp weer, de Petersboom. Dit zijn allemaal gekke YouTubers. Wow, kijk, dit is die hippe jongen van Ponkers. En dit is Tiami en dit is Teske. Je ziet bijna een soort van boep van Tiami. Sorry Tiami, het spijt me. Dit zijn hippe jongens genaamd Joost en Stuntkabouter en ook weer Noah. Hola, ketaal. Naar de wc. Jij mag wel naar de wc. Wat heb je gedaan met de camera? Ik ga even house-tour maken voor op Calvijn. Ah. En ons huis even laten zien. Nou, dit is het bekende van het, waar ik nu gebruik van gemaakt. Oké. Okay. Nou, wil je de camera meenemen? Ja, doe maar. Point of view. Oké. Okay. Okay. Aangekomen in de allerbelangrijkste en meest prachtige kamer ooit is mijn kamer. Nou, ik zal jullie even geheimtjes verklappen. Ik en Nina hebben toevallig dit weekend mijn kamer eigenlijk een beetje omgebouwd. Want ja, het was gewoon een beetje een rotzooi. En toen had Nina allemaal ideeën en toen zei ik, ja is goed joh, doe maar lekker je ding. En uiteindelijk is het dit geworden. En het is een beetje klein, maar het is op zich wel gezellig. Het is een beetje donker hier. Nou, status, welkom in Three Crabs. Look at three bikes, I got three rides, man. Three rides van Pieter. En een bed. One bed, two beds. Dat is een uitklapbed. I don't need a kitchen, I got my own. Bam, 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 bam. Who's that? It's a lady in the bed. That's a lady in the bed. Waren jullie net aan het vrijen? Ja hoor. Ja? Oh, wat stout zijn jullie. Oh, wat stout. Ja. Is Pieter stout? Am I stout? Say yes. Ja. Ja, stoute jongen. Viezerik. I still have to pay her, but... Oh. Gaan jullie maar weer lekker friemelen. Wacht, want ik in de woonkamer kan. Gaan we lekker friemelen.
verven. Gaan we lekker friemelen. Oh, je moet het friemelen. Dit is de laatste kamer. Dit is mijn kamertje. Hier waren we net ook al. En dit is eigenlijk mijn favoriete kamer. Dit is mijn domein. Wow, dit ziet er wel leuk uit. Dit is dus mijn kamer. En ik zal je vertellen, dit zijn allemaal dingen die aan de muur hangen. Deze hingen er al heel lang. Ik hou echt van zulke random ass shit. Die gewoon uit de oude tijd komt, zeg maar. Die Charlie Chaplin is volgens mij echt. Dus die is niet op een soort van marktje gekocht. Zo van, kijk, het is oud zijn. Maar ik heb het net gemaakt. Deze die is volgens mij echt oud. En die is ook, maar goed. Daarnaast staat hier de duurste fles wijn die je ooit kan kopen. Nee, is niet waar. Dit is echt een van de goedkoopste wijnen die je kan hebben. Maar hij is wel lekker. Dit is een plant. Een neppe plant. Want ik heb scheid aan echte planten. Dit zijn boeken die ik wel heb gelezen. Mijn favoriete boek van deze is denk ik deze. Deze vond ik echt sick. Deze vond ik top. Dit zijn allemaal laadjes. Die zijn allemaal super geheim. Hier zitten allemaal allemaal drugs in en zo. Dat is niet normaal. Grapje! En verder is het helemaal niet zo heel erg spannend. Denk ik. Ik vind het allemaal niet heel erg spannend wat hier gebeurt. Ik ga lekker op bed liggen. Dat is mijn huis. Dat is mijn huis. Ik woon fantastisch. Ik vind het geweldig om hier te wonen. Hopelijk vinden jullie dat ook. Nou, jullie wonen hier niet. Wat? Oh ja, dit is trouwens het bed waarin ik lig op het moment dat iedereen aan het feesten is en feestjes heeft. En ik zie het allemaal op Snapchat. En ik zie het en ik denk, wow, ik feest niet. Ik lig gewoon in bed. Forever alone. En dat was alweer mijn huistour video, mensen. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om naar te kijken. Ik ga deze camera uitdoen. Het is inmiddels al een beetje donker buiten, maar dat maakt niet uit. Bedankt voor het kijken. Hij was een beetje anders dan alle normale video's. Hopelijk vonden jullie het toch leuk. Ik zie jullie de volgende keer weer. Eet zoveel mogelijk paprika's in je leven en geniet van het leven. De tv doet allemaal hele gekke dingen. Doei!